Jonathan verslaat Apollonius. In het jaar 165 kwam Demetrius, de zoon van Demetrius, vanuit Kreta naar het land van zijn voorouders. Toen koning Alexander dit hoorde, keerde hij diep verontrust naar Antiochië terug. Demetrius bevestigde Apollonius in zijn functie als districtsbestuurder over Celesyrië. Deze bracht een grote strijdmacht op de been en sloeg zijn kamp op in de buurt van Jamnia. Van daaruit stuurde hij deze boodschap naar hogepriester Jonathan. U bent de enige die zich tegen ons verzet en daarom word ik uitgelachen en bespot. Daar in de bergen durft u ons wel te tarten. Als u op uw strijdkrachten vertrouwt, daal dan af naar de vlakte. Dan kunnen we daar onze krachten meten. Ik heb de legers van de steden achter mij. Doe navraag naar mij, ontdek wie ik ben en wie mijn medestanders zijn. Men zal u zeggen dat u tegen ons leger geen schijn van kans maakt. Uw voorvaders zijn al 2 maal in hun eigen land verslagen. En ook u zult in de vlakte, waar geen steen of kiezel te vinden is en geen schuilplaats te bekennen, onze ruiterij en strijdkracht niet kunnen weerstaan. Uitgedaagd door de woorden van Apollonius, zocht Jonathan 10.000 mannen uit en vertrok vanuit Jeruzalem. Zijn broer Simon sloot zich met zijn versterkingen bij hem aan. Hij sloeg zijn kamp op bij Joppe. De inwoners van de stad sloten de poorten voor hem, omdat er in Joppe een garnizoen van Apollonius gelegerd was. Maar toen ze de stad aanvielen, werden de inwoners bang en openden ze de poorten, zodat Jonathan Joppe kon innemen. Apollonius hoorde dit en rukte met 3000 ruiters en een grote strijdmacht op naar Azotus, alsof hij door die stad wilde trekken. Maar omdat hij op zijn grote ruiterij vertrouwde, bleef hij in de vlakte. Jonathan achtervolgde hem tot bij de stad waar de legers met elkaar in gevecht gingen. Apollonius liet 1000 ruiters in hinderlaag achter. Toen Jonathan dat ontdekte, was hij al door de ruiters omsingeld en zijn leger werd van de vroege ochtend tot zonsondergang met pijlen bestookt. Toch wisten zijn mannen stand te houden zoals Jonathan bevolen had en de ruiters van de tegenstander raakten vermoeid. Toen de ruiterij was uitgeput, viel Simon het voetvolk aan. Hij kreeg de overhand. De soldaten werden door hem op de vlucht gedreven en de ruiters werden uiteengejaagd over de vlakte en vluchtten naar Azotus. Daar gingen ze de tempel van Dagon binnen om zich in veiligheid te brengen. Jonathan stak Azotus en de steden eromheen in brand en plunderde ze. Daarna legde hij de tempel van Dagon met iedereen die er zijn toevlucht had gezocht in de as. Ongeveer 8000 mannen vielen door het zwaard of kwamen om in het vuur. Van daaruit trok Jonathan op tot bij Askelon, waar de inwoners van de stad hem in een feestelijke stoet tegemoet kwamen. Met een grote buit keerde Jonathan en zijn mannen vervolgens terug naar Jeruzalem. Toen koning Alexander van deze gebeurtenissen hoorde, bewees hij Jonathan nog meer eer. Hij stuurde hem een gouden speld, zoals die gewoonlijk alleen aan bloedverwanten van koningen werd geschonken, en hij gaf hem Acheron en het bijbehorend grondgebied.